allemaal! Vandaag ook weer eens een shoplog voor jullie. Het is alweer een hele tijd geleden volgens mij. Ik was namelijk in Amerika is Black Friday een heel groot ding. Dan heb je echt enorme kortingen. Maar blijkbaar pikken ze dat nu ook een beetje op in Nederland. Zeker de grote ketens. En dus was er afgelopen vrijdag, ik weet niet precies wanneer je dit ziet, maar volgens mij afgelopen vrijdag waren er heel veel winkels die ook kortingen hadden. Niet zoveel als in Amerika, maar zeg maar 20% of 30%. Ik heb een beetje geshopt en ik heb ook een beetje online geshopt. Het is niet alles, want ik weet dat ik bijvoorbeeld, ik heb ook nog een armbandje wat ik bijvoorbeeld nog voor Sinterklaas krijg. Maar als ik dit film is het wel Sinterklaas, maar nog niet 's avonds. Dus ik heb nog niet mijn cadeaus gehad, het zit mijn haar gek. Oh, ik heb wel eens hele mooie nieuwe nagels. Rood, voor de Sint. Maar goed, ik kocht bij Stradivarius online. Dus daar gaan we maar mee beginnen. Dat ga ik even openmaken. Dat heb ik echt net binnengekregen. Je kunt zien wie erbij is. Mittens. Oké, het zit nog in een doos. Oké, we beginnen met het eerste. En dat had ik al een hele tijd geleden. Had ik dat op de Instagram van Stradivarius gezien. Als je nou denkt, wat hoor ik dat smits in een tas. We hadden al heel tijd geleden op Instagram gezien van Stradivarius. Maar ja, weet je. Het is omdat er natuurlijk geen fysieke winkel van zit in Nederland. Is het altijd wat lastig. Maar... nu er dus Black Friday, volgens mij was dit 25% korting of iets. Een sjaal. Oeh, ik ben heel statisch. Dat voel ik al. Oh, hij is heel groot. Het is deze. En hij heeft een hele mooie ruit. En heel vaak zijn die ruiten rood. En dat past niet bij heel veel kleding die ik heb. En deze heeft dus ook roze erin zitten. Roze en paars. En... oh, en hij is echt super zacht. Hij is ook heel groot. Even kijken hoor. Oh. Hij is echt, nou ja, ik kan hem niet laten zien hoe groot hij is, maar ik zal hem even omdoen. Oh. Deze dus. Super leuk. Ja, deze had ik dus al een hele tijd geleden gespot. Oh, hij is echt super zacht. Ik hoop niet met mijn rode lippen erop. Oeh. Nee, echt heel leuk. Nou, deze was normaal. Oh. Oeh, ik ben heel statisch nu. Winter. Ik weet niet of je me jullie ziet, maar ik ben heel statisch in de winter. Deze is normaal 15,95. En dan was hij nu 12,76 euro. 12,76 euro. Dan. Nou, daar ben ik in ieder geval al heel blij mee. Dan. Dit. Moet ik nog wel even passen. Misschien dat ik nog even ga laten zien hoe het aanzit. En dan zie je dat meteen hierna. Maar het kan ook zijn dat het al te donker is om te filmen. Dus dan wordt het hem niet. Maar deze. En dit is een kokerrok. Oh, ik ga het verkeerd omzien. Zo. En gewoon heel simpel grijs. Maar vanwege mijn functie kleed ik me steeds netter, zeg maar, naar mijn werk toe. En merk ik dat ik dit soort rokjes, zeg maar, ook qua lengte heel fijn vind. Haar oogt... nou, ik denk dat ik hem wel pas. Dit is een emmetje, maar ik weet dat Stradivarius vaak wat klein valt. Dus een mooie donkergrijze kleur. En deze normaal was hij 12,95. En die was nu ruim 10 euro. Dus deze. Heel benieuwd. Ik ga hem best doen om zo nog even aan te doen. Dan. Oh ja, dit was ook een... kijk, wat is dit? Maar ik zie het al. Dit is een rokje. En dat leek me echt super leuk voor de feestdagen. Look at it sparkle. Look at it sparkle. Ik ben hier heel benieuwd naar. Dit is een korte rokje. Zit in je heupen. Is een beetje high-waisted. En ik ga het gewoon zo even allemaal aantrekken. En dan ga je het zien. Ik bedoel, misschien zijn de beelden wel donker. Maar maakt niet uit. Deze is normaal 25 euro. En nu was hij. Bling Bling Tulprop heet hij ook. Bling Bling Tulprop. 20 euro. En dus deze. Die vond ik echt heel leuk. En ik dacht ook van, je kunt hem natuurlijk heel feestelijk maken. Maar je kunt hem ook gewoon met een groot vest combineren. En dan is hij gewoon eigenlijk gewoon net iets minder. Zeg maar, weet je. Ik dacht, hij lijkt nu door de lichtjes, zeg maar, wel heel glimmend. Maar als je hem zo ziet, dan kun je hem ook, denk ik, gewoon echt wel heel cool combineren met gewoon een heel basic shirtje en een groot vest. Mits is inmiddels in de doos. Oh, Bitten.
Dan heb je altijd zo'n dingetje dat je bestelling boven een bepaald bedrag moet komen. Bij Stadewijs is dat 70 en dan heb je gratis verzending. En dat was zo grappig, want het ging dan 70 over het normale bedrag. En dan ging daarna de korting er nog af. Dus uiteindelijk betaalde je dan stuk of minder. Maar toen zat ik natuurlijk weer net onder dat bedrag. En dan kan je of verzendkosten betalen of nog iets leuks kopen. En daar heb ik dit voor genomen. En dit is een make-up tasje. En die was nu... Dum dum bum. Make-up tas met pompon. Die was nu 7 euro. Dat is deze. Dit is de pompon, mocht iemand het zich afvragen. Maar dit vond ik eigenlijk wel... Ik had hem, dacht dat hij iets kleiner zou zijn. Maar the bigger the better. Dit is dus gewoon een heel simpel make-up tasje. Maar ik dacht dat hij wat kleiner zou zijn. Dacht ik, dat is mooi. Dan kan je hem gewoon makkelijk in je tas stoppen en meenemen. Maar dit wordt gewoon meer eentje voor als je gewoon een nachtje ergens heen gaat of zo. Heel leuk. Met het Stradivarius logootje erop. Ja, heel leuk. En als laatste... Deze. En ik heb een beetje een tassending. Ik heb laatst een nieuwe tas gekocht. Niet zo heel lang geleden. Maar hij is best wel snel lelijk geworden. Het komt omdat ik altijd aan mijn stuur hang. Nu heb ik een andere fiets. Dus dan zal het minder snel gebeuren. En een tweede probleem is dat eigenlijk net... ik ga heel vaak lopend naar mijn werk tegenwoordig. Iets meer fietsend dan lopend. Want zeker met de kou nu. En ik heb vaak haast. Maar als ik ga lopen, dan neem ik nette schoenen mee. En in de winter... zijn het niet net iets grotere schoenen dan in de zomer. Ik heb echt laarsje of zo. En dan sta ik dus. En toen dacht ik, dan is het wel handig als ik voor dat soort momenten toch wel net iets grotere tas heb. Het zag ik deze. En ik vind het gewoon leuk. Stradivarius hebben niet zoveel mensen in Nederland. Daar ben ik altijd wel blij mee. Dat is deze. En dat is een shopper. En hij heeft twee ritsen. Dat is grappig. Kijk, hij sluit dus in het midden. Zo. En het is een hele mooie donkerrode, dat komt niet over, donkerrode binnenkant met een vakje. Maar hier past gewoon net even iets meer in. Dus ook als ik mijn laptop ergens mee naartoe wil nemen, dat kan net niet in mijn andere tas. En wat ik dus altijd belangrijk vind, en dat is, hoop ik maar dat dat nu gelukt is, want dat kan ik dus niet zien online. Maar hoewel het model hem vast staat, dus kan je een beetje gokken maken. Want kijk, ik wil... Oh yes, het lukt. Wacht, ik ga het laten zien. Kijk, wat ik altijd wil kunnen doen, is dit. En dat klinkt heel suf. Maar ik wil dus gewoon, als ik hem zo vast heb, wil ik zo mijn hand erdoor kunnen steken en klaar. Oh, ik ga midden zitten. Sorry, papi. En het is voor mij gewoon heel belangrijk, want ik heb geen zin om hem eerst zo vast te pakken en dan zo te doen. Dat irriteert me. Dus ja, jeetje, ik ben hier heel blij mee. Deze shopper was, poem, 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 nu 15 euro. Nou, dat is alles van Stradivarius. Ik hoop dat alles past, maar ik ga het zo nog laten zien. Dan wat ik eigenlijk verder nog kocht. En dat was bij Zara had je ook 25% korting, maar niet op alles. Dus wel op vesten, jassen, dat soort dingen geloof ik. Maar niet op wat ik kocht. Maar ik vond het zo fijn dat ik er meteen 3 van heb gekocht. Namelijk deze broek. Hele simpele jeans. Hij heet de, laat me even nadenken, iets met body curve. Hij is van TRF, dus van de jongere afdeling van de Zara. En even kijken of hier nog iets op staat. Nee, ja, Travalook. Dat is dus TRF. En kijken of hier nog de... Nee, staat verder niet. Maar het is dus een hele basic spijkerbroek. Stretch, dus daar moet je van houden. Maar daar hou ik zelf heel erg van. Gewoon kontzakken. En hij heeft aan de... Daar kan je hem aan herkennen. Hij heeft hier... Ik weet niet of dit beeld overkomt. Hier heeft hij een zeg maar een onzichtbare naad. En dan heeft hij aan de binnenkant van het been heeft hij dus een zichtbare naad. Ik hoef je het hier een beetje kunnen zien. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar dat is in ieder geval het verschil met deze normale broeken. En het is dus voor de curved body. Nou, ik heb een kont. En in veel Stradivarius broeken, zeg maar, meer kont dan gemiddeld. Niet dat ik een, qua Nederlandse begrip, laat ik het zo zeggen. Ik heb helemaal geen grote kont. Maar ik ben geen Kim Kardashian. Daarom koop ik vaak mijn broeken bij de Bershka. Maar Bershka heeft niet heel vaak hele nette broeken. Vaak met scheuren of vlekken of dingen. En deze zijn gewoon helemaal mat. En ik dacht super handig voor mijn werk. Dus dit is een donkerblauwe. Ook kocht ik hem in donkergrijs. Ook nog een maatje kleiner, want daar was de andere maat niet. Maar eigenlijk zit die misschien zelfs nog wel beter. Een hele donkergrijze, heel mooi. En eentje met scheuren. En die is dan echt meer voor de casual. Maar ik heb
eigenlijk alleen maar een wijde broek met scheuren. En gewoon echt zo'n boyfriend jeans. En ik heb eentje met scheuren, maar die is gewoon veel te groot geworden. Zodra ik ga zitten, dan zie je mijn hele billen. En dat vind ik aan deze ook fijn, want ze zijn wat hoger. Oh, hier kan je misschien de kontzak iets beter op zien. Zo. Hij zit gewoon echt heel mooi. Hij zit net wat hoger. Het is niet high-waisted, maar hij zit wel... ja, niet dat je zit dat je je kont ziet, zeg maar. Dus ook voor mijn werk heel fijn. Ik ben er echt super, super blij mee. Ik woon nu in deze broeken. En ja, de zonder scheuren waren 27,95 en met scheuren waren 29,95. Nou vind ik echt heel erg meevallen voor broeken. Ik heb ze al gewassen, tenminste de ene. En hij zit nog steeds prima. Dus het is niet dat hij heel erg uitloopt, omdat hij er stretch is. En het is ook niet dat hij na het wassen, zeg maar. Ik heb hem natuurlijk pas net, maar ik heb hem dus de hele week gedragen. En in de andere ben ik al de kroeg in geweest. Dus ja, ze hebben zich al in ieder geval even bewezen. En dit was alles wat ik kocht op Black Friday. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat de camerabeelden van mijn outfits nog een beetje overkwamen. En nou ja, en ik heb dus nog één zeg maar, armbandje gekocht. Dat kocht ik bij de Wii, want daar had je ook korting. 20% geloof ik. En dan kocht ik nog een mooi armbandje. Nou, maar goed, dat krijg ik vanavond van Sint. Oeh, dat weet ik toevallig al. Ja, dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. Ik ben heel benieuwd of jij het fenomeen Black Friday überhaupt kent. Want ik wist echt niet dat we dat in Nederland ook hadden. Ik ben altijd... In Amerika zit ik altijd heel erg te kwijlen. Zeker bij de Black Friday kortingen bij Victoria's Secret en zo. Maar goed. Maar ik ben nu ook heel blij met mijn aankoopjes. Super bedankt nogmaals voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!